Vandaag gaan we het hebben over de verlichting. De verlichting is een nieuwe stroming onder geleerden, nieuwe denkstroming dus, die vooral in Frankrijk populair wordt in de 18e eeuw, de eeuw van 1700 tot 1800. En dan met name het tweede deel van die 18e eeuw, dus zo vanaf 1750. Maar voordat we naar die tijd gaan kijken, gaan we eerst even een stukje voorgeschiedenis erbij pakken. Want ja, zo'n nieuwe stroming die komt natuurlijk nooit zomaar uit de lucht vallen. We gaan terug naar paragraaf 5.1 over de Renaissance. Daarin hebben we het gehad over de humanisten. Die onderzoekers die kritisch naar die oude teksten van die Grieken en die Romeinen gingen kijken. En daarmee legden ze eigenlijk een basis voor de moderne wetenschap. Want als wetenschap iets is, dan is het kritisch dingen onderzoeken. Vragen stellen en je afvragen of het echt wel zo is. Kritisch zijn dus. En dat humanisme uit die 15e eeuw, dat zorgt er dus voor dat er zo'n 150 jaar later sprake is van een wetenschappelijke revolutie. En dan hebben we dus over lui zoals Galileo Galilei, die we hier links zien, die terwijl die door zijn telescoop naar de sterren en naar de planeten kijkt. Wat Galilei deed, was zelf kijken naar de planeten. Hij deed aan eigen observaties. En dat is één van de uitgangspunten van de wetenschappelijke revolutie. Een tweede uitgangspunt is dat je zelf dingen moet onderzoeken, moet experimenteren, proeven moet doen. En al die waarnemingen en al die uitslagen van die experimenten, daar moet je logisch over na gaan denken. En dat ging ze dus in de 17e eeuw steeds meer doen. Daardoor ontstond de moderne wetenschap. En die eerste wetenschappers die kwamen er steeds meer achter dat er in de natuur vaste wetten waren. Natuurwetten zoals ze die noemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zwaartekracht. Zaken vallen altijd naar beneden. En op een gegeven moment gaan ze dat zelfs volgens een vaste snelheid doen. Of denk bijvoorbeeld aan de manier waarop planeten rondom de zon draaien. Dat gebeurt ook volgens een vast principe, volgens een vaste wet dus. Nou ja, en via dat humanisme en die wetenschappelijke revolutie komen we uiteindelijk dus uit bij de verlichting. Want die verlichting die gaat eigenlijk verder waar die wetenschappelijke revolutie gestopt is. En het eerste belangrijke principe van de verlichting is dan ook dat niet alleen de natuur begrepen kon worden door middel van een wetenschappelijke manier van onderzoeken. Nee, je kon ook de mens en de maatschappij beter begrijpen als je er maar op een wetenschappelijke manier naar keek. Dus ook daar kon je bij experimenteren, ook daar kon je logisch over na gaan denken. En het belangrijkste voor een verlichte denker, dat was dan ook eigenlijk heel simpel zijn eigen verstand. Alles kon begrepen worden met behulp van het verstand. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste punt van de verlichting. De verlichte denkers vertrouwden heel erg op hun eigen verstand en ze gingen zelfs een stap verder. Ze hadden er zoveel vertrouwen in dat ze tegen elkaar zeiden, weet je wat, wij kunnen nog zoveel nieuwe dingen bedenken, wij kunnen zoveel betere dingen bedenken als wij ons verstand maar goed gebruiken, dat er heel veel vooruitgang mogelijk is. Op technologisch gebied, maar ook op politiek gebied, noem het allemaal maar op. Niks is onmogelijk. Nou, en die drie principes, die gingen de verlichte denkers toepassen. Dus op de mens en de maatschappij. Maar ja, waar hebben we het dan precies over? Dan hebben we het eigenlijk over drie belangrijke gebieden. Het eerste is de religie, het geloof. Wat is nu een goede manier van geloven? En kun je eigenlijk wel echt in iets geloven wat je dus niet met je verstand kon beredeneren? Wat was de rol van God in die hele nieuwe wereld die er begon te ontstaan, waarbij het verstand van de mensen zelf belangrijker werd? Daar waren veel verlichte denkers mee bezig. Het tweede gebied waar ze veel over nadachten is het gebied van de politiek. Het bestuur over mensen. Wat is nou de meest verstandige manier om een land te besturen? Is dat bijvoorbeeld zoals Lodewijk de 14e dat had gedaan in Frankrijk, dus een absolute vorst die alles in zijn eentje beslist? Of was het misschien verstandiger om meer mensen bij de politiek te betrekken, om bijvoorbeeld de hele bevolking inspraak te geven in het bestuur van het land? Nou ja, daar verschilden de verlichte denkers heel erg van mening over, maar daar waren ze wel heel sterk mee bezig. En het derde gebied waar die verlichte denkers over nadachten, dat was het gebied van de economie. Wat is nou de meest verstandige manier om de economie in te richten, zodat je zoveel mogelijk welvaart voor een land krijgt? Moet je mensen dan juist vrijlaten? Of moet je er juist voor zorgen dat de overheid zich heel veel met de economie bemoeit?
Nou, je ziet, het zijn heel verschillende dingen die allemaal met de mensen, met de maatschappij te maken hadden. Het was ook niet zo dat er één ding uitkwam, zeg maar. De ene verlichter vond dit en de andere verlichte denker die vond misschien weer helemaal het tegenovergestelde. Maar allemaal gingen ze uit van dat principe. Wij kunnen hier zelf over nadenken en door middel van met ons verstand dingen te beredeneren, kunnen we verder komen. Komt er vooruitgang. Oké, waar ontstaat die verlichting dan? Die verlichting die wordt vooral groot in Frankrijk, maar hij ontstaat in eerste instantie in Nederland en in Engeland. En bij Nederland moet je dus denken aan die Republiek der Verenigde Nederlanden, waar we het in paragraaf 6.2 bijvoorbeeld over gehad hebben. Daar hadden we al gezien dat er heel veel belangrijke wetenschappers waren in die Republiek der Verenigde Nederlanden. En dat kan dat die daar waren omdat daar een heel vrij en tolerant klimaat was. Daar mocht je dingen denken en dingen zeggen en dingen opschrijven die in andere landen verboden waren. In Engeland gold eigenlijk een beetje precies hetzelfde. En dat zorgde ervoor dat mensen daar dus vrijer waren om te denken. Want als je je verstand wil gebruiken, moet je ook de vrijheid hebben om je verstand te gebruiken natuurlijk. Uiteindelijk wordt de verlichting vooral populair in Frankrijk. En andersom worden de Franse verlichte denkers ook vooral populair in de rest van Europa. En dat is niet zo gek, want in die 18e eeuw was Frankrijk echt het culturele centrum van Europa en misschien zelfs wel van de wereld. Als je erbij wilde horen, dan kleedde je je volgens de Franse mode. En dan leerde je de Franse taal. Frans was de taal van de Europese elite, van de Europese bovenlaag. Het was pas echt chic als je Frans sprak, dan hoorde je erbij. En in heel Europa keek men dus op tegen Frankrijk. En dus ook tegen alles wat er uit Frankrijk kwam. En een van die zaken die er uit Frankrijk heel veel kwam, waren dus nieuwe ideeën van de verlichting. En er waren een heleboel Franse verlichte denkers, die ook wel filosofen werden genoemd, filosofen. We zien hier, rechts zien we misschien wel de belangrijkste, of de meest bekende in ieder geval van allemaal, Voltaire. Er zijn er nog veel meer, Montesquieu, die heb je misschien wel eens bij maatschappijleer voorbij horen komen. Rousseau, noem het allemaal maar op. Wij zullen in de tekst gaan kijken naar al die verschillende verlichte denkers. We zullen in de les gaan kijken naar wat hun ideeën zijn. Maar nu heb je in ieder geval al een beetje een idee waar die verlichting allemaal om draait. Nogmaals, het allerbelangrijkste is dat vertrouwen dat de mensen kregen in hun eigen verstand. En dat ze vonden dat ze hun verstand ook steeds meer moesten gaan gebruiken om nieuwe dingen te bedenken.